Waarom is mijn haar zo pluizig weer? Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe make-up tutorial. Het gaat vandaag weer all about make-up. Ik ga mezelf veranderen vandaag in een Instagram baddie. Ik ga deze Instagram make-up look maken en ik noem dit een Instagram make-up look. Omdat als je op Instagram zit en een beetje in de beauty genre ook zit op Instagram, dan zie je dat de looks daar altijd super heftig zijn. Meiden, inclusief ik, maken daar echt make-up looks waarvan je denkt super mooi, niet echt draagbaar, maar super mooi voor op Instagram. En die looks zijn van altijd heel heftig en niet echt heel draagbaar naar buiten. Vandaag heb ik ook zo'n look gemaakt. Ik vind het echt zo'n typische look die ik zou maken voor Instagram. Dit is niet echt een look waarvan ik denk, ja, nou, hupsakee, naar de stad hiermee. Ik zou het wel doen, daar niet van, because I'm extra like that. Maar het is niet per se de eerste look waar ik voor zou gaan als ik iets ga doen. En ik dacht, laat me een keer een YouTube video maken over zo'n Instagram make-up look, omdat ik die looks nooit echt maak hier op mijn kanaal. Ook al zijn de looks hier altijd wel heftig, maar ja, op Instagram ben ik toch altijd iets heftiger en iets meer creatief met mijn make-up. En ik plaats daar ook altijd tutorials van 1 minuut. Dus volg me ook vooral daar als je die ook wilt zien. Maar op Instagram kun je maar video's plaatsen van 1 minuut. Dus ik kan het daar niet heel uitgebreid uitleggen of zo. En hier wel. Dus het leek me wel leuk om vandaag zo'n look te maken. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Nou, ik heb jullie gelijk ingezoomd. Want we gaan gelijk beginnen. Want Instagram make-up looks duren altijd super lang. En we hebben geen tijd te verliezen vandaag. Ik ga eerst beginnen met mijn ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen met de ColourPop Concealer. Ik heb deze in de kleur Light 16. Het paletje die ik ga gebruiken is de Anastasia Renaissance palet. Dit is echt een hele oldschool palet. Toen dit paletje net uitkwam, echt iedereen gebruikte hem. Hij is super oldschool. Hij is ook super duur. Hij is 45 euro. Je kunt hem halen bij Easy Paris in de winkel. Oh, moet ik hem niet laten vallen. Oh mijn god, kijk wat ik heb gedaan. Nou ja, whatever. In ieder geval, ik ga dit paletje gebruiken om deze Instagram baddie ooglook te maken. En ik ga eerst beginnen met deze kleur, die heet Venetian Red. Ik heb mijn oogprimer niet afgepoederd, concealer. Ik heb het niet afgepoederd. Ik ga gewoon gelijk in met deze kleur. Ik ga een cut crease maken, dus ik maak gewoon nou de cut crease lijn met deze kleur. Ik gebruik by the way de ronde bullet quast van mijn kwastencollectie. Het is wel fijn dat ik nou mijn eigen kwastencollectie heb, want nou kunnen jullie letterlijk de kwasten gebruiken die ik ook gebruik. Super handig. Kijk, ik heb nou gewoon de lijn gemaakt. Maak je vooral niet druk om de blenden, want dat gaan we pas straks doen. Dan pak ik deze kleur, die heet Love Letter. En ik pak de kleinste fluffy kwast. En deze kleur ga ik een beetje boven die vorige kleur doen en ik maak van deze ronde bewegingen om het hiermee allemaal een beetje uit te blenden. Het wordt op zich een best makkelijke look. Ik gebruik niet echt heel veel kleuren ofzo. Het is gewoon de techniek die een beetje lastig is. En dan pak ik deze lichtbruine matte kleur. Die heet Raw Sienna. En met dezelfde kleine fluffy kwast ga ik hiermee ook weer de randen uitblenden. En dit is dan ook de laatste kleur die ik gebruik. Ik ga gewoon blijven blenden, blenden, blenden. Totdat het allemaal heel mooi is geblend. En het niet zo'n harde streep is van boven. Van onderen maakt niet uit, want daar komt straks toch concealer. Zo, nou is de basis soort van gezet. Nou pak ik weer mijn ColourPop concealer. Je kunt hiervoor elke concealer gebruiken die je wilt. Hoeft niet per se deze of zo. En dan ga ik de cut crease lijn maken. En hiervoor gebruik ik de platte synthetische kwast van mijn kwastenlijn. Nou, volgens mij zijn ze allebei soort van hetzelfde. Soort van. Dan pak ik deze matte cream kleur, die heet Tempera. En met dezelfde platte kwast ga ik nou wel de concealer afpoederen, omdat er hier verder geen kleur meer op komt. Als eyeliner gebruik ik de Essence Super Matte Eyeliner. Super Last Matte Black Eyeliner. Deze is echt heel mat en heel zwart. En daarmee ga ik een wing maken. Ik maak de wing ook best wel groot, omdat ik er zo meteen nog soort van glittertjes op ga doen. Dan van Meraki Cosmetics heb ik deze Chunky Glitters. Deze heet Jupiter. Dit zijn echt super mooie, beetje galaxy-achtige glitters. En ik ga die glitters aanbrengen op de hele eyeliner. Ik gebruik als lijm de BH Cosmetics Base Boost. Dit is een glitter lijm. En ik gebruik mijn schuin afgesneden kwast van mijn set. En dan breng ik eerst de lijm aan. En dan breng ik ook wat glitters aan. Ik heb ook expres de eyeliner zwart gemaakt, omdat ik het mooi vind als dat zwarte er een beetje doorheen schijnt. Want dan is het echt een beetje heelal galaxy-achtig. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Ik vind dit echt super cute. Ik doe ook niet meer. Ik doe niet te veel. Ik wilde gewoon een beetje die zwarte wing eyeliner een beetje een oppeppertje geven. Om het gewoon iets meer
heftig te maken en iets met Instagram. Ik ga het even hier ook doen en dan ben ik zo terug. Nou, de leuke fun eyeliners zijn helemaal af. Ik heb net mascara opgedaan, alleen ik had niet door dat de camera niet aanstond. Ik heb deze Revolution mascara gebruikt. Dan natuurlijk ook nepwimpers, want je maakt geen Instagram make-up look zonder nepwimpers. En de wimpers die je echt het meest voorbij ziet komen op Instagram zijn Lily Lashes in de stijl Miami. Ik heb wel So Extra Miami. Oh, op z'n kop. Ik heb de stijl So Extra Miami. Dat zijn gewoon de Miami, maar dan iets heftiger. En deze zijn super mooi, ook super duur. Zijn wel €30. Alle Lily Lashes zijn allemaal rond die prijs, €30. Maar wel super mooi, dus ik ga ze even opdoen. En dan kom ik zo terug om even te gaan beginnen aan het gezicht. Oké, we zijn weer uitgezoomd. De ogen van de bovenkant zijn in ieder geval af. De onderkant maken we straks af. We gaan eerst nou even beginnen aan het gezicht. Nou, ik heb net een gezichtsmasker opgehad van Starskin. En daar zat heel veel olie in. Dus mijn gezicht is al echt heel mooi en gehydrateerd en een beetje vettig ook, want ik heb een droge huid. Als je mijn skincare video's wilt zien, ik plaats die altijd op Instagram in mijn story. Doe ik altijd van die skincare reviews, dus volg me op Instagram als je die ook wilt zien. Ik ga mijn gezicht primen. Ik ga 2 primers gebruiken, want het is Instagram, dus we zijn een beetje extra. Ik heb hier de Catrice Prime & Fine Primer. En deze doe ik over mijn hele gezicht. Ik heb eigenlijk na dat masker geen primer nodig, want dat was eigenlijk basically mijn primer. Maar ik ga toch een primer gebruiken voor de extra en gewoon voor deze video. Dus dat is een handige tip. Als je een gezichtsmasker opdoet, voordat je aan je make-up begint, dan is je gezicht basically ook al gewoon geprimed. Oh, die glitters zitten nou echt overal. Nou, dit is de primer waardoor mijn make-up goed en lang blijft zitten. Dan heb ik hier ook de Catrice One Minute Face Perfector. Deze ziet er zo uit. En deze gebruik ik eigenlijk alleen maar voor mijn poriën. Dus die druk ik zo hier erin waar mijn poriën zitten. En echt drukken, niet vegen. En dan gebruik ik natuurlijk een volledig dekkende matte foundation. Want we gaan vandaag echt voor plamuur, full glam, de hele mikmak. We gaan alles doen vandaag. Ik gebruik mijn Maybelline 24 Superstay Foundation in de kleur 040 Fun. En ik gebruik mijn zwarte beauty blender om hem in te blenden. Als concealer gebruik ik de Revolution Conceal & Fine Concealer in de kleur C5. Ik vind de Revolution Concealers altijd heel fijn omdat ze nat zijn. En ik hou van natte concealers. En ze zijn volledig dekkend. Ik heb hier ook de Fenty en de Huda Beauty Concealers. Die zijn ook heel mooi en heel dekkend. Alleen dat zijn een vrij droge concealers. En mijn voorkeur gaat toch altijd uit naar nattige substanties. Net als deze. Je kunt ook zien, hij is een beetje nattig. En dat vind ik altijd fijner. Ook met blenden. Die blenden beter in en zo. En ik blend er gewoon ook in met mijn spons. Ik ga ook cream contouren met dit cream contour paletje van Technique. Ik weet nog steeds niet of ik die naam goed uitspreek. Maar volgens mij is het gewoon Technique. Technique. En ik gebruik deze kleur. En de contour blend ik dan uit met deze cream contour kwast. Ook weer van mijn kwastenlijn. En ik doe cream contour altijd een beetje zo deppen. Ik doe niet te hard vegen, anders veeg je alle foundation en concealer eronder ook mee weg. Gewoon een beetje soort van deppend vegenachtig. Dan gebruik ik mijn favoriete poeder, de Huda Beauty poeder in de kleur Poundcake. Deze poeder geeft ook echt heel veel dekking. Hij is heel mooi mat en smooth. Dus ideaal voor een full face make-up. Dan gebruik ik mijn NYX Highlight & Contour palet om nog een keer te contouren, maar nou met poeder. En ik gebruik deze kleur. En alsof ik nog niet genoeg poeder en dekking heb, wil ik het hieronder bij mijn ogen nog iets meer verlichten en nog iets meer dekking. Dus ik gebruik ook nog eens de Hello Flawless poeder van Benefit in de kleur Ivory. I love me, Ivory. Dat is een hele lichte matte nude kleur. En dan met de spons ga ik dit er hier nog een beetje indrukken. Ik ga ook een beetje zo over mijn neuscontour, zodat hij ook wat meer is ingeblend in mijn gezicht. En that's it. Meer doe ik niet. Ik veeg hem ook niet weg. Ik laat het gewoon zo. Dan een beetje MAC Fix Plus om alles mooi in elkaar te laten smelten. Zo, nou mijn basis erop zit en we mooi smooth zijn en flawless zijn, ga ik even mijn ogen afmaken. Ik pak dan weer die 2 roze kleurtjes. Ik meng de 2 kleuren gewoon samen. En dan met deze kleine ronde
kwast. Ga ik die aanbrengen op mijn hele onderste wimperrand. Dan pak ik de Hema Babe Collectie Skinny Mascara. En die ga ik gebruiken voor mijn onderste wimpers. En dan pak ik deze hele lichte champagne roze kleur. Die heet Vermeer. En die breng ik aan hier in mijn binnenste ooghoek. Dit is echt een super mooie glanzende kleur. En dan natuurlijk ook de andere ooghoek. Nou, dan is de ooglook in ieder geval af. Dit is echt een Instagram make-up look. Tenminste, ik ga ervan uit dat als je iets gaat doen, je niet gelijk denkt van, oh, laat me deze ooglook maken. Op zich is het niet echt een look waarvan ik denk, ja, ga hiermee boodschappen doen of wat dan ook. Maar ik moet wel zeggen, als ik nou ergens heen zou gaan, maar ik blijf vandaag gewoon thuis, maar mocht ik nou iets gaan doen, dan had ik mijn make-up er niet afgehaald. Dus ik vind het nog wel oké, om naar buiten te dragen. Ik moet wel zeggen, ik heb echt veel scheid. Ik draag gewoon wat ik wil en ja, whatever. Maar bij sommige looks heb ik echt iets van, ja nee, zo ga ik niet naar buiten. Maar bij deze denk ik van, ja, whatever. Scheid aan de overheid. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Anastasia bronzer in de kleur Rich Amber. Ik moet echt zeggen, deze bronzer is echt zo'n gevalletje. Hoe vaker ik hem gebruik, hoe mooier ik hem vind. In het begin vond ik hem nooit zo. Maar ik moet wel zeggen, toen gebruikte ik ook nog geen zelfbruiner en was ik iets blanker. En ja, de kleur was gewoon net denk ik niet zo goed voor mij. Maar nou vind ik hem eigenlijk best wel mooi. I like it wel. Ik gebruik als blush de Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. Ik zet by the way altijd alles wat ik gebruik in de beschrijving. Dat doe ik echt altijd als ik een make-up tutorial maak. Of gewoon een video maak waarin ik bepaalde producten gebruik. Ik zet altijd in de beschrijving wat ik gebruik. Mijn kortingscodes staan daar ook altijd. Dus voordat je me allemaal van alles gaat vragen, check eerst even de beschrijving alsjeblieft. Als highlighter gebruik ik een van mijn favoriete paletjes. De Huda Beauty 3D Highlighter Palet. Super mooi. Ik gebruik eerst deze cream kleur en dan de poeder. Ik breng eerst zo de cream kleur hier aan bij mijn jukbeenderen. Dit doe ik altijd als ik de highlighter heel heftig wil hebben, net als vandaag. Want dit is voor Instagram, want we zijn vandaag een Instagram baddie. Dus we moeten er zo nep mogelijk uitzien als kan. Want ja, dat is Instagram. Fake it till you make it. Oh, ik heb iets te veel gepakt, jongens. Even normaal doen. Oh shit, nou blend je niet meer. Kutzooi. Dat mag ik niet zeggen op mijn kanaal. Oh my god. En dan de poederkleur doe ik er overheen. Zie je nou hoe heftig dit wordt? I like it. Als je het niet zo heftig wilt, pak dan alleen de poederkleur, joh. En wat ik dan mooi vind om te doen, om de blush en de highlighter een beetje samen te laten smelten, is ik pak deze roze glanzende kleur. En met de blushkwast ga ik er dan zo overheen, over die rand, waardoor het iets beter samenblendt. Dat is wel een handig trucje. Ook omdat het dus een Instagram look is. Je ziet dus heel vaak van die meiden met die blinding highlighter die je helemaal zo mooi ziet. De truc is dus om laag te gaan. Want het deel dat je zo ziet shinen op beeld is dus hier. Als je je highlighter hier aanbrengt, dit deel komt vaak niet echt heel goed in beeld. Maar als je de glow vooral hier zo aanbrengt, helemaal hier bij je wang, dit is het stuk die echt gaat poppen op beeld. Dus dat is ook een handige tip. En die glanzende kleur doe ik ook weer op mijn neus. En een beetje hier bij mijn voorhoofd. Als je by the way veel structuur hebt op je voorhoofd, doe dan daar vooral geen highlighter alsjeblieft, want anders ga je alles zien. Dan de lippen. Ik gebruik als lippotloodje deze van MAC. Dit is Sour, Sour. En ik gebruik deze lipgloss van By Kelsha. Deze is in de kleur Iconic. Deze lipgloss is zo mooi. En dan als laatste een beetje setting spray. Dit is de Catrice Hydrating Setting Spray. Ja, volgens mij heeft hij verder geen naam of zo. Nou, dit is dan de Instagram baddie make-up look. Ik vind het zo cringe om Instagram baddie te zeggen. Maar dat is gewoon de benaming van hoe ze al die meiden noemen. Dit is zo'n heftige look die je altijd ziet op Instagram. Ik moet ook zeggen, vaak zeggen meiden die nooit echt deze make-up opdoen, die hebben de indruk van dat dit dan too much gaat zijn in het echt. En dan specifiek de huid. Ze zeggen altijd, ja, op Instagram lijkt altijd alles mooi. En dan maar als ze zo in het echt lopen, is het echt vreselijk en cakey en zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet. Dat is wel als je het niet goed doet. Als je maar gewoon plamuurt en verder niet afspreekt en gewoon te veel opdoet en zo. Maar in principe, als je mij nou in het echt zou zien, dan vond je mijn huid gewoon mooi. En dan vond je het niet too much. Ik moet wel zeggen, op Instagram foto's zijn altijd een beetje bewerkt en zo. Bij de ene iets meer dan bij de ander. Maar in principe, qua huid, dit is echt gewoon draagbaar naar buiten zonder dat je er heel viezig uitziet. Dus
ja, dat wilde ik nog even zeggen. Ik vind de make-up look weer super leuk. Let me know wat jullie ervan vinden natuurlijk. Vergeet ook absoluut niet te liken en te abonneren. Ik zeg dit altijd in elke video, maar mensen, ik meen het oprecht. Hoe meer mijn video's worden geliked, hoe meer comments, hoe meer abonnees, hoe meer ik groei, hoe hoger ik kom te staan in de YouTube-lijsten. En zo kunnen jullie mij met echt maar één klik op de knop van één like gewoon helpen om te groeien. Dus ik vraag het niet voor niks en ik apprecieer het echt super erg. En als je hier op mijn gezicht klikt, kun je abonneren. Ik plaats ook twee video's die je ook eventueel kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!